Hoi hoi, daar ben ik weer. Goedenavond aan iedereen die kijkt. Ik heb de Bits Perfect Cotactiva van mijn gezicht gehaald. Het land verkeert nog net niet op het randje van de wanhoop. En als het zo doorgaat, zijn we overheen. Nou, niet er echt overheen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is nog een hartstikke dure tijd. Dus om dan over Cotactiva te beginnen is een beetje obscene. Want veel mensen vinden dat je daar geld voor moet neertellen, wat we waarschijnlijk niet hebben. Eigenlijk is het gewoon een beetje zielig. En ik kan me voorstellen dat mensen een beetje geïrriteerd raken als ik dure make-up draag. Maar het is allemaal Essence, Catrice en Gruidvat eigen merk wat ik in het andere filmpje op had en van de HEMA. Nee, het is nog een beetje zielig om mensen zo'n worst voor te houden terwijl het nog hartstikke wanhopig eruit ziet de komende 5 jaar. De komende 5 tot 7 jaar zeker wel. Ik trek het me best wel aan. Dus nee, nog geen geklieden met make-up waardoor we cotactiva's kunnen worden. Dit is gewoon mijn huid er van natuur uitziet met mijn laagje olijfolie van het make-up eraf halen. En ik heb weer mijn witte pyjama shirt aangetrokken. Maar goed, één positief ding. Morgen hebben we weer Griekse yoghurttaart op de boet bij de koffie. En dat maakt veel goed voor de mensen van de boet. Hè? En dat maakt het wel positief.